allemaal en welkom bij deze gloednieuwe video. Ik ben zo blij dat ik jullie zie, want het had weinig gescheeld of er was deze week geen video. Het zit namelijk zo, ik ben eigenlijk ziek en ik heb mezelf net volgegoten met neusspray, paracetamol, ibuprofen, energiedrink, koffie en weet ik het allemaal. Want ik kon het gewoon niet over mijn hart verkrijgen dat er geen video was. Dus zit ik nu maar klaar met deze gigantische snotdoek voor het geval dat ik ineens moet niezen of iets anders. Nou nee, het is geen snotdoek. Als je me volgt op Twitter of Instagram heb je vast meegekregen dat ik ben verhuisd. En daar hoort natuurlijk een gloednieuwe virtual setting bij. En die ga ik, net zoals een half jaar geleden toen ik naar Amsterdam was verhuisd, onthullen. Maar dat doe ik pas na de intro, dus blijf kijken! Het is birthday, birthday, elke dag is birthday. Het is tijd voor weer een heel nieuw filmpje op birthday. 10, 9, 8, oké, fuck dit. Dit is het! Welcome back! Misschien dat je dit al een beetje herkent. Ik ben van Amsterdam, waar ik stage had, weer terug verhuisd naar mijn ouders. Dus ik zit weer op mijn oude slaapkamer. Maar er is wel iets veranderd voor de oplettende kijker. Ik heb mijn kamer iets veranderd, dus ik zit nu in een andere hoek van mijn kamer. Wow. Maar vandaag heb ik een soort update video voor jullie. Volgens mij heb ik dat nog nooit gedaan in de 2,5 jaar dat ik video's maak. Dat is best wel raar. Allereerst ben ik in het diepste geheim al een tijd bezig met een groot project. Ik heb een nummer geschreven en die is inmiddels af. Ik moet hem alleen nog even opnemen in de studio en dat ga ik binnenkort ook doen. En het is deze keer geen parodie, maar echt een serieus nummer met een hele belangrijke en mooie boodschap. En bij dat nummer ga ik natuurlijk ook een videoclip maken. Maar nu leek het me heel erg mooi als ik dat niet alleen zou doen, maar als wij, de Virtue-kijkers, dat samen gaan doen. Jullie kunnen zelf video's insturen die dan in de uiteindelijke videoclip komen. En als je denkt, Rutger, ik wil je daar heel graag mee helpen, dan kun je een mailtje sturen naar video@virtue.com. Dus niet .nl, maar .com. En dan stuur ik jouw mailtje terug, maar daarin de instructies. En het is echt heel weinig werk. Ik zal nu niet verklappen wat je moet gaan doen, maar het is heel erg simpel. En het, zoals ik al zei, het is geen parodie. Het is echt een serieuze videoclip, dus je wordt niet voor gek gezet, absoluut niet. Het wordt echt een heel mooi geheel. Ik gebruik van iedereen een seconde of 4, denk ik. En als ik dat allemaal bij elkaar voeg, dan hebben we echt een gezamenlijke virtue videoclip. En volgens mij wordt het echt heel erg mooi. Mailen kan tot zondag 17 augustus 2014, dus als je deze video hierna ziet, je hoeft het niet meer insturen, dan staat de video waarschijnlijk al online. Ik hoop dat ik van een aantal van jullie een mailtje ga ontvangen, want samen kunnen we echt iets heel erg moois gaan maken. En ik kan nu al niet wachten om het eindresultaat aan jullie te laten zien. Ik heb deze week ook een vlog online gezet op mijn tweede kanaal, youtube.com/Rutger. En het was een hele leuke vlog waarin echt van alles gebeurt. Ik ging met Diana en met Rick naar Amsterdam, naar de Gay Pride. En ik ben daar overreden door een auto. Je moet het echt even checken, want het is een hilarische vlog geworden. Dus als je die nog niet hebt gezien, klik even hier, dan stuur ik je door naar die vlog. En dat was het alweer voor deze week. Het is misschien een iets minder spectaculaire video dan normaal. Maar je moet dus niet... Het gebeurt nu ook weer. Je wil niet weten hoe vaak ik de vorige stukjes opnieuw heb moeten opnemen. Omdat ik gewoon geen idee wat ik aan het zeggen ben. Omdat ik gewoon helemaal strak sta van de koffie en van de pijnstillers. Nou, ondanks dat ik een beetje suf was deze week, hoop ik dat je het toch een leuke video vond. En hoop ik ook dat ik een aantal mailtjes van jullie krijg op video@virtue.com. Want dan gaan we er samen echt iets heel erg moois van maken. Nou, voor nu heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel graag volgende week Thursday. En dan ben ik keihard terug met een nieuwe Vraag het Fur. Dus als je nog vragen hebt voor die video, let me know below. Dan ga ik ze volgende week allemaal beantwoorden. Nou, nu ga ik weer terug mijn bed in. Doei! Mwah.